Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Over het noorden van het land ligt nog bewolking. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd onderkoelde regen. En dat betekent dat het ijzelt. Het is daar spekglad en dat blijft het voorlopig ook wel. En zeker in de ochtenduren duurt de ijzel nog wel voort voor Friesland, Groningen en Drenthe. In het noorden blijft het vriezen, ook vanmiddag. Dan is het wel op de meeste plaatsen droog. Maar doordat het blijft vriezen, is de ijzel maar moeilijk te bestrijden. De ijs wat er ligt, blijft er voor het hoofdzaak wel liggen. In het zuiden van het land een heel ander weerbeeld: een klein beetje zon en zelfs 8 graden. Vanavond gaat het van het zuiden uit weer wat regenen. Maar die neerslag bereikt het noorden van het land in de avond in elk geval nog niet. Temperatuurverschillen blijven ook vanavond groot. Morgen opnieuw een dag met die verschillen. Min 2 tot plus 7 graden. Het is wel zo dat de neerslagkans niet heel groot is. En de kou zich langzaam maar zeker wat uitbreidt richting Noord-Holland. En ook het midden van het land en het oosten doen daarin mee. Donderdag wordt de kou verdreven. En dan lopen de temperaturen geleidelijk op. Het gaat regenen. En aan het eind van de dag klaart het in het zuidwesten weer op. Vrijdag en zaterdag wisselvallig weer met temperaturen van 7 of 8 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.